iedereen te weten. Dit is om mijn hand te cremen, om mijn lichaam te cremen. Of om eigenlijk te zalven. Dat is om eigenlijk gewoon te douchen, dat soort wapen. Om gewoon eigenlijk mijn baard en mijn haar bij te werken. Als ik nog iets gaan we lekker doen. En kun je veel capsules over deze extra avondvideo. Mensen, voor extra korte video, gewoon dat kan. Hij is echt heel kort deze video. Dat ik hele korte de kleine dingen vertel en dingen knip, dat is belangrijk. We praten over het geloof, over dingen. Deze extra video heb ik net over de douche laten zien, wat ik gebruik om de douche om mijn haren te wassen en zo. Ik heb het heel wat jou in gedaan, ook heel wat ik gewassen, dus dat is helemaal positief. Dat is met waar je wat je meemaakt, wat jij ziet, is ook heel belangrijk. Er staat een nieuwe vloggenlijn, dus vergeet niet te liken te abonneren. We gaan richting 240 of 50 abonnees, hartstikke nice. Hele mooie verjaardag, een gezellig kamerziet gehad van mijn nichtje, was super gezellig in Tilburg. Zie ik echt dingen die, dat God ketens verbreekt, dat God muren openbreekt, dat hij echt bezig is. En doordat ik zo'n groot geloof heb, kan ik gewoon dingen zien die niet zijn. Hier vind ik een vriendje, hallo vriendje, kom je door mijn schoot, hallo. Ik spreek de woorden uit. Jij bent uniek, je bent Gods kind, je bent een mooie persoon. Ik spreek de woorden uit. De Heilige Geest komt in ons midden. Hij breekt jullie door alle ketens waar wij in zitten. Alle depressies en negatieve dingen. Alles wat jij meemaakt, hij is bij jou. Hij is bij ons. En hij is met je familie en vrienden en vriendin of ex of wat dan ook. Verbreek de ketens in Jezus naam. En we moeten zorgen dat Heilige Geest om ons waakt. De engelen over ons waken voor bescherming tegen alles wat wij meemaken. Ik zeg dat ik een heel mooi weekend heb gehad. Naar de kerk ben geweest. Gebreektes heb gejumpt, gehakt. Heerlijk gedanst, heb kramen ziet, dat was hartstikke mooi. En zo zie je maar, het leven en dood zit bij elkaar. We zijn vandaag op een graafplaats geweest, we hebben mensen herdacht, hartstikke bijzonder. En binnenkort naar mijn collega herdenken in Elst, ook moet ook gewoon. Weet je, het is best wel mooi hoe mijn leven loopt, hoe succes ik heb, hoe ik op een woongroep woon, hoe ik een mooie hoekbank heb, hoe ik mijn kamer ga updaten morgenochtend. En vanavond ga ik ook al beginnen mijn kamer te updaten. Hartstikke nice, helemaal positief. Wat heel moois vertellen en moois me geven en wat zeggen. In opzichte is God een heel bijzonder persoon. Hij is machtig, hij is echt krachtig, hij weet wat wij nodig hebben. Hij weet ook dat in wat voor kleding je loopt en waar je later meemaakt, wat je meemaakt. Als jij nu zit te kijken naar deze video en je denkt van, jij bent echt een populaire vlogger. Je bent heel positief, je bent gezellig. Wil je alsjeblieft commenten in de vlogs die ik maak? Heel veel commenten. Wil je me alsjeblieft helpen commenten? Wil je mij liken en delen? Want ik wil gewoon meer positiviteit overbrengen, meer geloof overbrengen. Want Jezus, God is onze hemelse Vader. Dan mogen we het houden. Filmt, maar vergeet niet te liken, te abonneren. Ik zie heel snel morgen een volgende dag proberen. En ik ga natuurlijk ook een extra avondvideo. Af en toe een paar dagen avondvideo en shorts blijf ik maken. Ik vind het over het allemaal. God is met ons alle dagen. Tot de ervaring van de wereld. En het gaat zo goed momenteel met geloof. Dat ik wat meer ga uitbreiden met over geloof delen. Evangeliseren misschien. En misschien christelijke raps maken. En hele vet beatbox koppen ga ik zo meteen maken. Dus let's go. It's your boy Samich. God bless you. Gezegende avond en nacht. En positief blijven. En blijf bidden. Wees voor elkaar. Hou van elkaar. Amen.